dames en heren, in deze uitzending van een prankoorlog. Thomas heeft boeiende plannen. Ik wilde eigenlijk die sleutels weggooien, die gozer echt schrikt, weet je wel. Stefan infiltreert wederom in de familie De Winter. Oh, ja, en Giel onthult een kleine verrassing. Deze verrassing is zijn grootste nachtmerrie de afgelopen dagen. Het is gedaan met tevreden. Giel, Thomas en Stefan hebben elkaar weer de oorlog verklaard. Ik realiseer me dat u een grote zorg hebt. Deze situatie komt snoeihard aan. De regering roept de noodtoestand uit. Sluit ramen en deuren. Team Giel, team Thomas en team Stefan. Stukje bij beetje veroveren zij het land met uiteenlopende grappen en rollen. Wie zal er overwinnen in de prankoorlog? In een vorige uitzending hebben we alle mogen aanschouwen hoe Stefan de militaire bootcamp van koning Giel moest trotseren. Met bloed, zweet en tranen heeft hij zijn volle macht gegeven om te voorkomen dat hij Giel tot koning zou moeten benoemen. Wie is de koning? Maar de inzet wordt onze soldaat uiteindelijk toch fataal. Liggen, plat, plat, plat en tijgeren. Tijgeren? Ja, oh, met je pens op de vloer. Ja, dit slaat nergens op. Blijf niks van heel. Ga ik stoppen, maar ik ga het niet doen. Stef, dan moet je zeggen wat ik wil horen. Ik ga het niet doen. Ik zeg het nu, koning Giel, leuk man. Top. Klaar, ik heb het gezegd. Ik ben er klaar mee. Hij heeft het gezegd. Ja, dit is gewoon geen humor, snap je? Hij is fucking kwaad. Gewoon alles over het bordje, gewoon een koning Giel door. Dat is gewoon triest, snap je? Daar kijk ik niet tegen. Dat is mijn humor niet. Laten we gewoon niet meer, laten we gewoon die kamers uitdoen. Want anders wordt het ruzie. Straks, daar heb ik ook geen zin in. Stefan is er helemaal klaar mee. Laat vrienden, vijanden en cameraman achter en verlaat met piepende banden het slagveld. Enkele uren later treffen we hem weer aan in zijn uitvalsbasis. Gelukkig is hij enigszins tot bedaren gekomen en heeft zich nog niet gewonnen. Oh, jongens. Ja, om een klein beetje toelichting te geven misschien. Want ik stopte volgens mij vrij abrupt ermee. Als mensen tegen mij gaan schreeuwen en zeggen wat ik moet doen en zeggen dat ik me met mijn kop in de modder moet gaan leggen, dan houdt het voor mij gewoon op, dan stopt het voor mij. Zo ben ik niet en dat trek ik niet, dus toen besloot ik ermee te stoppen. Maar ja, betekent wel een soort van dat Giel deze strijd heeft gewonnen, maar niet de oorlog. Dat zeker niet. Ik denk dat het tijd is om lekker te gaan slapen en morgen is weer een nieuwe dag. Oh. Een nieuwe dag breekt aan in een prankoorlog. En het kamp van Thomas is vroeg uit de veren. Vol nieuwe energie. Een hele goede morgen. Vlog is erbij. Morgen. Gaan we doen vandaag? Pranken. We gaan pranken! Goeiedag, met Thomas van de Vlucht. Hey, goeiedag, met Thijssel. Goeiedag. Hey, ik ben op zoek naar zeg maar, handboeien die je niet zelf open kan maken. Waar je echt een sleuteltje voor nodig hebt. Ja. Yeah. En doen jullie alleen maar leveren of kan je eventueel ook bij jullie komen ophalen? Ik heb het echt vandaag nodig. Ja, zeker. Nee, je kunt hem gewoon een keer afhalen. Oké, okay, super. Oké, dankjewel. Dan weet ik even genoeg. Oké, tot dan. Handboeien. Thomas heeft een boeiend plan voor één van zijn vijanden en treft de nodige voorbereidingen. Stefan heeft goed geslapen en heeft zich inmiddels volledig herpakt. Ik heb gisteren flink rondtaten gekregen, maar ja, you win some, you lose some. Ik ben namelijk onderweg naar Uden en daar ga ik nog één klein laatste grapje uithalen bij Giel. En daarna gaan alle pijlen voor het laatst nog even richting Toe. First stop, yeah! Stefan had zijn uitvalsbasis beter in de buurt van de vijandelijke linies nabij Uden kunnen plaatsen. Dat deze oorlog een hoop onnodige kilometers geschild. En de koning zelf is ondertussen ook begonnen aan zijn dag. En beseft zich langzaam de impact van zijn gisteren uitgevoerde militaire aanval. Een hele goede morgen vanuit mijn huisje. Zoals iedereen weet is het gisteren niet heel goed gegaan. Met Stefan, met mijn grap. Stefan is boos vertrokken. Jongens, dit soort dingen kunnen helaas gebeuren tijdens het opnemen van zo'n serie. Ik ga gewoon lekker naar kantoor. En ik ga vanavond, als de rust is teruggekeerd, ga ik een behoorlijk grote grap uithalen bij Stefan. Dus daar ga ik me even op voorbereiden. En voor nu, ik moet ook gewoon naar kantoor, dus dat ga ik even doen. Bemerken we nu enig berouw bij onze majesteit? Desalniettemin heeft onze koning ook tijdens de prankoorlog zakelijke verplichtingen als prins bij Talpa. Vandaag zal hij deze verantwoordelijkheden op kantoor ten Amsterdam moeten vervullen. Dat houdt in veel afspraken aan de rondetafel, koffieleuten en slap geouwe hoer. Een ogenschijnlijk drukke en lange dag. Want Giel heeft voor komende avond
ook nog een aanval op vijand Stefan op de planning staan. En ook team Thomas heeft het vandaag op Stefan gemunt. We gaan onderweg naar Wormerveer, want daar zit een winkel waar je dus blijkbaar echte handboeien kan kopen die je niet zomaar los kan krijgen. Want mijn prank vandaag is dat ik mezelf ga vastboeien aan Stefan. Ik word letterlijk een blok aan zijn been. Ik heb deze vergroomde. Het is wel echt dik staal, hè? Ja. Dus deze krijg je niet met een tank kapot. Nee, en anders heb je niet genoeg ruimte tussen de pols om dat los te krijgen. Ik wilde eigenlijk de sleutels weggooien, die gozer echt schrikt, weet je wel. Nou, gaan we gezellig aan Stefan vastzitten. Echt superleuk. Terwijl Thomas de rest van zijn plan voorbereidt, komt Stefan aan in het altijd prachtige Uden. En hier helpen twee voor Giel wel heel bekende gezichten Stefan vandaag met het opzetten van een nieuwe aanval. Yo, fucka broers van Giel. Hey. Alles goed, jongens? Lekker. Luister, we zijn hier voor een familie fotoshoot. Ik ga de broers spelen die jullie altijd al gewild hebben. Toch? Ja, toch? Zijn jullie klaar? Zijn jullie klaar, ja, hoor? Ja. Ik heb wel wat kleding mee, dus we gaan ons eerst even omkleiden. Ja, top. Ja? Ben benieuwd. Let's go. Na een date met de moeder van Giel voelt Stefan zich helemaal thuis in de familie. Tijd om Giel zijn plek in de familie op te eisen. En daarvoor moet er natuurlijk even een nieuw gezinsportret worden gemaakt. Maar wat moeten dan de kerstverse broers aan op dit mooie kiekje? Gozer. Dit is zo'n mens. Ja, het moest allemaal, maar we hebben wel allemaal zwarte broeken aan. Is echt fout. Ja? Anders zou hier. Komt-ie. Super, oké. Hahaha. Een kut idee. Ik moet ook nog even precies kijken wat nou de joke is naar Giel dan. Wat is eigenlijk precies de prank naar Giel, denk je? Ja, niet. Nou ja. Niet. Nee, hè? Nee. Ja. Kut. Hey, bedankt, jongen. Echt, ik weet het. Het idee was om Giel te pakken, maar ik voelde eerder alsof ik gewoon Thijs en Chris gewoon een beetje heb genaaid. Helaas heeft Stefan deze aanval iets minder doordacht en lijkt het plan in een fiasco te veranderen. Thomas heeft de zaken vandaag wat beter op orde en heeft enkel nog wat attributen uit een plaatselijke bouwmarkt nodig voor zijn boeiende streek. Ik heb een veiligheidsbril gekocht, wat natuurlijk altijd veilig is. En die ga ik afpakken met duct tape en dan ziet Stefan niet wat ik ga doen. En daardoor denk ik echt dat het een soort van verrassing is. Maar dit is gewoon een afleidingsmanoeuvre. Nee, je ziet niet zoveel meer, hoor. En Thomas is flink vooruit aan het denken. Hij zet direct een nieuwe aanval uit die hij morgen hoopt af te vuren. Oké, ik ben al een tijdje bezig met een best wel vette prank. Ik heb dus uiteindelijk een Amerika voetbalteam gevonden in Amsterdam. Hey, man. Hey, we gaan Giel te grazen nemen. Dus het idee is, hij gaat morgen, als het goed is, wat ik heb gehoord, hij gaat om 11 uur hardlopen. Dan staan wij hem ergens op te wachten. Dan vindt hij een rugbybal of ik gooi het naar hem toe en dan vangt hij die. En op dat moment komen jullie vanaf de andere kant als een gek op hem afrennen. Oh, 16 America Football players die achter je aankomen, Giel. Holy shit! Thomas heeft het morgen op koning Giel gemunt, maar vandaag is het doelwit generaal Stefan. En dit keer durft hij de aanval zelfs bij de vijand aan te kondigen. Hallo? Hey Stefan, ik heb een verrassing voor je. Oké, maar ik hou niet per se heel erg van verrassingen, moet ik heel eerlijk zeggen. Hoe laat ben je bij je huisje? Fucking hell, gast. Wat heb je nou weer uitgesproken? 5 uur kan zijn? 5 uur? Zo. Zoiets, ja. Nou, ik moet nog even iets afronden en ik kan niet wachten naar je verrassing, lief schat. Komt helemaal goed. Oké, groetjes van mijn Ad, hè? Tot de volgende keer. Hoi. Wat ik nu ga doen, ik heb echt geen flauw idee. Ik denk dat we Giel zijn moeder op gaan zoeken en die fotolijstje geven. Maar meer als een soort bedankje dat zij met mij die film heeft gemaakt over Giel, denk ik. Deze film is een ware bestseller gebleken, die vandaag de dag nog steeds op het internet te bewonderen is. De acteerprestaties van de moeder van Giel verdienen dan ook een kleine beloning. Dat kun je toch niet mee. En deze spontane verrassing probeert Stefan nu bij het werk van Annemiek af te geven. Hey! Niet op, geloof ik. Lieverd, ik wou je natuurlijk gewoon bedanken voor die film en we hadden een date gehad. En ik kwam hier toevallig binnen net en ik zag dat je helemaal geen foto's hebt staan. Jawel, dat had ik wel. Dus daar. Nee, dan heb je nou weggehaald. Dus ik dacht, het is leuker dat ik je gewoon 2 nieuwe geef. Gewoon van al je zonen, nu. Wat een zootje ongeregeld. Maar ik vind het wel grappige foto's, hoor. Het zijn wel leuke foto's. Je zou zo in het zootje ongeregeld kunnen worden. Ja, het is net een carnavalsact zo. Ja. Sorry dat je zo op je werk om overvallen. Maar het was goed bedoeld. Ik ga weer.
Ja, nou, je bent gezellig. Doei. Hoe moet je ermee? We kunnen dit niet als een geslaagde aanval bestempelen. Maar de moeder van Giel heeft er wel een paar prachtige nieuwe gezinsfoto's aan overgehouden. Stefan keert terug naar zijn uitvalsbasis, waar de vijand hem al staat op te wachten. Oh, daar is hij, daar is hij. Ik heb toch een verrassing voor je. Ik heb een verrassing voor je. De vele slachtvelden hebben kennelijk het geheugen van generaal Stefan aangetast. Want Thomas heeft zijn komst enkele uren geleden nog aangekondigd. Wat moet je doen aan de spaarman? Ik heb een verrassing voor je. Je moet even deze aantrekken. Veiligheidshesje voor je. Je ziet er nu echt uit alsof je gaat tuinieren. Nou ja, dat heb ik, het gevoel heb ik ook dat ik dat ga doen. Ik ga dat toch niet opzetten? Waarom zou ik je helpen? Waarom zou ik je helpen? Nee. Ik vertrouw me nou een beetje. Tootje, godverdomme man. Ga even zitten. Je gaat... Nee, wat is dit? Nee. Ik wil dit even rustig. Nou, komt goed. Komt goed. Nou ja. En nu zit ik aan jou vast. Dat is de joke. Wat is dit nou? Ik ben gewoon jouw blok aan je been. Je gaat niet de hele tijd bij me blijven. Jawel. Ik moet zeg maar echt nu al naar de wc namelijk. To, wacht. Nee, ik moet ook even naar de wc. Ja, gauw, sir, wijf. Teer, dat ik... Kijk, hier is de sleutel. Ja, op man, dit is... Nee, maar... Hij is... Nou, ben je echt serieus? En hoe ga je het losmaken dan? En niet. Het staat niet eens op beeld, hij spoelt gewoon serieus die sleutel door. Maar waarom dat hesje dan? Dat is gewoon... Kan dat niet even uit? Nee, dat kan dus niet. Kijk. Nee. Gast, dit is fucking kut. Ik heb hier helemaal geen zin in. Ja, ik dacht we gaan even een hapje eten en een potje bowlen of poelen, een beetje biertje drinken. Weet je, laten we er gewoon iets leuks van maken vanavond. Zullen we even een restaurantje opzoeken? Ik word hier echt tering hoerig lijp van, hè. Ga lekker samen stap, schat. Ik moet mijn huissleutel mee. Ik heb jij hem eerst over dat ding heen? Pas op, ik heb het net schoongemaakt. Wat een ellende. Stefan lijkt niet zo gelukkig met de verrassing van zijn vijand Thomas. Ik ben zeer benieuwd hoe lang zij dit boeiende samen zijn vol weten te houden. Koning Giel is eindelijk klaar met het geoude hoer op kantoor. Hij verspeelt geen daglicht. Ook hij zal vandaag nog een aanval uitvoeren. Jongens, ik heb vandaag de hele dag een kantoordag gehad. Dus ik heb geen tijd gehad om vandaag een grap uit te halen. Maar ik ben onderweg naar Stefan. Ik heb een verrassing voor hem. En deze verrassing... is zijn grootste nachtmerrie de afgelopen dagen. Jongens, dit wordt briljant. Praatjes vullen geen gaatjes, Giel. Eerst zien en dan geloven. Het is inmiddels etenstijd. En Jut en Jul komen aan bij een restaurant waar zij een boeiend diner gaan nuttigen. Ik snap niet dat jij dit grappig vindt. Echt weer. Nee, we doen toch die? Nee, je moest toch hier zitten? Hier zo. Maakt niet uit. Nou, dat... Au, nee, het is goed. Oké, ze gaat door. Nee, pak jou. Ik ga eerst. Ik moet alles met links gaan doen, dat is ook bloed. Oh, ik ga hem bellen. Hé, hey, Giel! Hey, Thomas. Ik heb geen camera bij me. Ga jij mij al meenemen, To? Meenemen? Ja, ik zit bij hem. Hier. We zitten aan elkaar vast, we zijn nu aan het eten. Oké, maar jullie kunnen nog niet weg. We kunnen nog niet weg? Nou ja. Nee, ik snap hem. Wat is hem? Dat was duidelijk. Ja, dat was het. Ik ga niet weg. Ik ga niet nog 1, 2, 3 zelf in die eigen gang gaan. Pas als ik ben geweest. Ja, doei. Kut, wat moeten wij gaan doen dan? Dat weet ik toch ook niet? Stefan voelt figuurlijke nattigheid. Het is overduidelijk dat Thomas in opdracht van koning Giel de vijand naar deze locatie heeft gelokt. Er wacht hem een grootste onthulling. Oké, jongens, daar gaan we dan. We gaan dus naar het restaurant toe. Dan gaat het gebeuren. Ja, hij ziet wel dit. Ze zijn buiten alle peuken getrokken, maar ik zet je neer. En dan moet je stil blijven staan. Ja. We staan buiten de gym en komt er opeens iemand aan. Wat is dit? Hé, hey, jongens! Ja, ik kan niet nog meer ellende gebruiken, Giel. Ik ben blijf al zo... Blijf even staan. Niet. Nou. Ik word al zo hard genaaid, ik kan dit echt niet handelen, gast. Kom, Steve, kom even hier staan. Ja, ik weet niet of ik dit wil, man. Maar ik hoor je niet bij, hè? Dit is een prank voor hem. Ja, dat weet ik, maar jij bent nu ineens hier. Is dit een prank voor mij? Maar ja, dit is een prank voor jou. Nee, dit is een prank voor jou. Nu. Nee, dit is een prank voor jou. Nee, voor To. Nee, voor jou. Nee, voor To. Ik heb namelijk je grootste nachtmerrie meegenomen. Nou ja, dat kan, ik heb helemaal niet zoveel nachtmerrie. Dat ben jij. Dat is wel waar. Wat dan? Je hebt een vreselijke nachtmerrie. Kom nou even dichterbij staan. Jongens, dit is ook erg genoeg. Dit is mijn ergste nachtmerrie hier. Ik weet zeker dat ik jou ergere nachtmerrie mee heb genomen.
Ik snap helemaal niks van. Ik word helemaal laag. Ik vind het echt... Ben je niet veel gast? Hou je bek gewoon. Ja. Ik weet zeker, dit ga je niet tof vinden. Ja, dat ik hem ken, oké, okay, maar dit is toch niet, is niet mijn ergste nachtmerrie. Mag ik dit eraf halen? Ja, zeker. Wat zit hier onderaan? Oh, er zit nog een doek. Zo. Godverdomme, ja. Godverdomme, dat meen je niet. Hey, ik wilde nog even wat zeggen, dat je gewoon eventjes het huis... Oh, wat is dit nou? Ik wist het. Het was niet echt? Dat meen je niet? Ja. Oh, wat ziek, gewoon. Is dit die boer waar je aan woont? Ja, man. Oh, dat meen je niet. Ik was niets. Ja, niet Jan, hè. Oh, wat erg dit. Dit meen je niet. Ik vond dit zo erg. Stefan heeft de afgelopen dagen meerdere malen een confrontatie gehad met de buurman en eigenaar van zijn onderkomen. Dat maakt me niet uit. Hé, voortaan gewoon even de deur gebruiken, oké? Ja? Nu blijkt het dat het allemaal het smerige werk was van koning Giel, met de hulp van een acteur. Jij bent eigenlijk gewoon zijn buurman, voor de komende tijd dat hij hier in het huis zit. Vandaag ontmoet jij Stefan als het hele huis vol met schapen zit. Je wist wel dat er gefilmd zou worden, maar dit, hier sta je, zit je niet op te wachten. Boze buurman! Op een gegeven moment ben jij straks weer zat. Je weet wat je moet doen. Ja, geluidsoverlast. Gewoon, je zegt de hele tijd, mensen op mijn plak, ik wil dat. Stefan voelde zich niet op zijn gemak om de prankoorlog verder uit te vechten met een boze eigenaar als buurman. En besloot dat het beter zou zijn om te verhuizen. Ik ga wel verhuizen. Allemaal doorgestoken kaart dus. Waar Stefan met open ogen is ingetrapt. Ik heb het verhaal ook gehoord dat jij uit je huisje bent gegaan omdat die boer zo boos was. Ja, maar dat was echt... Hij zei helemaal tegen mij, ja, ik heb zo erg tegen die gozer lopen schreeuwen. Ja, dat vond ik echt kut. Ik vond het zo zielig voor jou. En ik dacht, van, hij heeft helemaal gelijk. En ik heb me daar echt serieus, heb ik me daar een paar dagen kut over gevoeld. En dat weet jij, want ik heb jou ook nog gesproken over. God zo, ja, deze is fucking lekker. Holy shit. Wat ziek. En ik had, dit had ik ook echt niet verwacht. Nee, ik denk, wie staat hier nou? Hé, hey, maar jongens... Steve, deze heb je gekregen. Ja, dat was een goeie. Ja, eerlijk is eerlijk. Nou, top. Gaan wij weer verder eten. Klaar, doei! Man. Ik heb weer, dit is echt, weer een verschrikkelijke dag voor mij. Hè? Besef. Stefan, koekoek. Lekker, man. Jezus. Doe je hand maar op tafel. Deze onthulling is voor Stefan tevens een grote opluchting. En hij kan net iets meer genieten tijdens de voortzetting van het boeiende diner. Maar na een flinke maaltijd zal er dan toch wat ruimte gemaakt moeten worden voor het toetje. Nee, je kan het niet doen. Je kan dit niet doen. Dit is te ziek. Oh, nee. Kom met me. Godverdamme. Ja, hou me even dicht zo, want ik moet nu even mijn reet afleggen. Ik kan het niet aan. Auw! Oh, ik zit klem. Oh, dat doet pijn. Steve, steek. Na het overheerlijke diner neemt Thomas het initiatief nog eens lekker op stap te gaan. Oh, wat een kuttrap. Waarom is dit nou zo stijl? Nou, wordt het toch nog een beetje gezellig hier. Ja, ik kon nog een beetje leuk houden. Hè? Lekker. Dit gaat niet. Even overleggen wat je gaat doen. Jezus Christus. Het scheelde heel weinig. Aangenaam kennis te maken en bon appetit. God. Doe nou eens even normaal. Kom nou mee. Ik wil niet naar de gay bar. Top, dat is makkelijk. Goedenavond. Hoi. Hey, bier. Dit is altijd even een taxi moeten bellen. Wat denk je wel? Dank jongens. Cheers boys. Cheers. Jules. Oh, nee, hij is een chick uit versieren. Ik zit eraan vast. Onze geboeide broeders hebben de tijd van hun leven, terwijl elders in het land Giel zich gereed maakt voor zijn koninklijke schoonheidsslaap. Ik heb even lekker gedoucht. Ik ben weer in het huisje. Jongens, hoe langer deze prankoorlog doorgaat, hoe heftig die shit wordt. Hier ligt weer zooi. Daar ligt zooi. Overal zooi. Ik word er echt niet goed van. Voor deze... Ik ga slapen en we zijn nog lang niet klaar. Doei! Hou eens op! Don't be a fucking cockblocker, nee, man. Nee, Pik. Hij kent je duim niet. Kom, we gaan weer. Ik moet even afrekenen. Wacht nou even, hey. Laat mijn gesprek afronden dan. Is nu klaar. Is serieus? Opzouten, we gaan. Nee, het is toch... Bloedirritant. Stuur me een DM. Ik wil niet heel bot doen, hè, maar ik ben het nu wel. Stuur me een DM op Insta. Damn. Nee, zo. Ja, godverdomme gast.
Met het beëindigen van deze prille liefde van Stefan komt er ook een einde aan de avond. De geboeide vijanden gaan richting het onderkomen van Stefan en maken zich klaar om naar Dromenland te vertrekken. Gast, even serieus. Ik ga nu schijten. Je gaat niet lopen kakken hier. Nee, Tau. Nee, dit gaat echt te ver, gast. Oh, bijna. Nee, dan gaan we gaan gewoon naar bed gaan. Morgen maken we hem los en dan gaan we daarna douchen. Eerst gordijntjes dicht. Gordijntjes dicht. Ga gewoon lekker naar bed. Ik ben er helemaal klaar mee. Au, Tau, jij doet ook echt super kut. Ja, ik ga gewoon lekker slapen. Ik kan dit niet eens uit, hè? Nee, je moet om je arm blijven. Ja, ja. Heb je jas nog aan? Ja, die hangt om je jas. Kan niet aan, het is fucking door mij. En mezelf. Au. Kom liggen. Nou, kom liggen dan! Wat heb jij allemaal intussen? Ja. Zo? Nee, zo. Nou, doe het licht maar uit, ga slapen. Au! Jij loopt weer dat wijf te appen zeker? Nee, helemaal niet. Varkenkoek. Ja, ze had er best wel bij gekund. Na een lange, vermoeiende avond aan elkaar vast te hebben gezeten, gaan Stefan en Thomas eindelijk slapen. Wie deze nacht als grote lepel heeft doorgebracht, mag u raden in de comments. Het wordt een korte nacht. En in alle vroegte wordt het duo al snel geconfronteerd met hun verbintenis. Oh, jongens, wat is dit? Auw! Auw! Die kleding. Ja, het was wel weer eens wat anders. Maar laten we nog even lekker douchen. Wat is die deur moet even dicht, hoor. Ik ga echt douchen, hoor. Ik weet niet wat jij gaat doen. Ja, wat denk je dat ik ga doen dan? Ja. Ja. Oh, lekker! Ik ging tussen belletjes. Kijk, nou, dit gaat wel ver, hoor, dit. Maar dit is echt... Zo'n slecht begin van de dag gewoon. Dat je wakker wordt en gewoon gelijk gewoon spik ook ziet. Eerst wat je ziet. Je kan het gewoon. Oh, niks anders dan een kut aan gewoon, toch? Oké, okay, jij mag. Dit kan. Oké, okay, nu moet er gaan draaien, soort man. Hey. Auw! Auw! Ik moet wel buiten blijven. Ja. Ik moet even mijn rug afdrogen. Ja, jongen. Leg ik heb mijn rug op. Auw! Gast, mijn kleding wordt naad. Ja. Trek mijn kleding af daarheen, man. Ja. Dat denk ik ook bij jou. Lekker de billetjes zo tegen elkaar. Dat is niet oké, dit wordt niet uitgezonden. Auw! Auw! Zo, iets aan. Oké, top. Kom. Kom. Ik wil mij. Oké. Auw! Zou ik hem maar losmaken dan? Ja. Nee. Heeft Thomas dan toch een reservesleutel op zak? En had hij veel eerder een eind kunnen maken aan deze vernedering? Dat ziet u in een volgende en tevens laatste uitzending. U kunt nu nog doorgeven wie u denkt dat er na de prankoorlog als absolute overwinnaar zal zegevieren. Wellicht nemen we uw reacties nog wel mee in de uitslag. Of niet? Ach ja. Geniet van uw avond, ochtend, middag, lunch, diner. Het zal mijn worst wezen. Tabé! Thomas heeft aangegeven. Hé, hey, laat even weten als je gaat rennen. Deze is voor de koeienvlaai!